Dat we het hier hebben over een serieuze wegpiraat is meteen te zien. Al zigzaggend komt hij snel dichterbij. Het is een snelle Audi RS3 op Duits kenteken. Het gaat om een huurauto. We rijden op de A6 bij knooppunt Muidenberg richting Lelystad ter hoogte van Almere. De verkeerspolitie gaat naar rechts en de snelle Audi geeft gas en gaat er als een speer vandoor. Je mag hier maximaal 100, maar we zitten al snel boven de 180. De snelheidsmeting laat een gemiddelde zien van 182. De Audi slaat af naar Almere. Het is harder gaan regenen, maar dat weerhoudt de bestuurder van de Audi er niet van het gaspedaal hard in te trappen. Hier mag je niet harder dan 80. Vol gas in de stromende regen. Deze snelheidsmeting komt uit op een gemiddelde van 185, waar je dus 80 mag. Dat is gecorrigeerd 99 kilometer te hard. Even verderop besluit hij er nog even rechts bij langs te gaan. Maar dan is het genoeg geweest. Stopteken gegeven, slaan af richting Stichtse kant. De bestuurder moet per direct zijn rijbewijs inleveren. Maar dat is niet het enige, ook de sleutels gaan naar de politie. Een bergingsvoertuig is ingeschakeld om de wagen af te slepen, want hij wordt in beslag genomen. De bestuurder geeft toe dat hij te hard heeft gereden. Maar ja, er valt ook weinig aan te ontkennen als het allemaal op video staat. Naast de invordering van zijn rijbewijs wordt de bestuurder aangemeld voor een verkeerscursus bij het CBR. De auto wordt in beslag genomen vanwege meer dan 100% overschrijding van de maximumsnelheid in combinatie met de weersomstandigheden, weginrichting en verkeersdrukte. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er uiteindelijk met de auto en het rijbewijs van de bestuurder gebeurt.